ja, uw eerste reactie, Lia de Ridder, op de uitslag? Nou ja, teleurgesteld. Ik vind het echt heel erg jammer dat we toch blijkbaar iets niet goed hebben gedaan. Want ik denk dat we het goed gedaan hebben de afgelopen periode. Ik denk dat we hele mooie ambities hebben voor Leidschendam-Voorburg. Maar nou ja, blijkbaar heeft dat zich niet vertaald in zetels. Dus zoals ik net al zei, het geeft ook wel weer energie om te zeggen van nou, we gaan de komende periode toch laten zien dat we meer zetels waard zijn. Ja. Precies, dat vind ik goede instelling. En als u kijkt, hoe nu verder? Wat ziet u dan het liefst? Ja, nou ja, dat is eigenlijk op dit moment moet ik eigenlijk nog het verdriet verwerken. Dus ik vind het nog een beetje moeilijk om een antwoord op die vraag te geven. Maar ja, in algemene lijn blijft mijn antwoord wel hetzelfde. Ik vind dat we de afgelopen periode een hele goede weg hebben ingezet. Waarin we sociaal duurzaam beleid hebben gehad. Waarmee we gestart zijn met meer samen met ondernemers en bewoners. Leidschendam-Voorburg nog leuker te maken dan het is. En ik vind dat die weg doorgezet moet worden. Ja, nou heel veel succes. En fijne avond toch nog. Dankjewel.